Er is een grote pilbrand aan de gang in de Mariapil in Grinsveen. De brand heeft op dit moment een omvang van 20 hectare. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt. We hebben hem nog niet onder controle, de brand is uit en breiden. Op dit moment zijn er 3 pelotons, 12 brandweerauto's ingezet. Verder hebben we nog 2 watertransportsystemen, groot watertransportsystemen ingezet voor de waterwinning geboden te krijgen. En er zijn 4 waterwagens die telkens pendelen tussen de tankspuiten en het waterwindsysteem. Ja, de firebucket is gealarmeerd en die wordt ook ingezet. Ja, we proberen de brand goed in beeld te krijgen. Daarom is ook het drone-team van Chemlot aanwezig met een drone. Dus dat je van bovenaf een goed beeld krijgt van waar zit de brand, hoe groot is die en welke kant gaat die uitbreiden. En we proberen de brand op te sluiten, dus in te dammen en een stoplijn te creëren zodat die daar niet verder kan. Nee, we zitten in een ander stuk. Het is wel ook nog de Mariapil, maar we zitten aan de andere kant van het kanaal. Maar nu is het meer in Grinsveen in plaats van in Deurne? Ja, dus echt het gebied tussen Horst-Amerika en Grinsveen in. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een oplettende vogelteller was op weg naar de Mariapil toen hij metershoge vlammen zag. Nou ja, dan denk ik in eerste instantie, daar staat een gebouw in brand. En toen kwamen we op einde Zwarte Plakweg en toen zagen we dat de brand inderdaad in de peel was. Het begin van de Mariapil. Ja, uiteraard meteen 112 gebeld en dan komt er van alles op gang. Nou, wij waren helemaal de eerste. Wij kwamen hier om half zeven aanrijden. En ja, wij waren de eerste hier, er was verder nog niemand. Op een gegeven moment als de brandweer komt, ja, die kennen hier het gebied ook onvoldoende. Wij kennen het gebied redelijk goed, we kennen de paadjes, noem maar op. Dus we zijn met hun het gebied ingegaan en kijken van ja, waar kun je erin, waar kun je met een auto erin. Ja, zo is de hulpverlening eigenlijk een beetje op gang gekomen. Nou ja, het heeft zich enorm uitgebreid, want ik ben meteen even Gins heen gefietst. En ik denk toen ik daar aankwam dat die brand misschien een breedte van 100 meter had. En ja, ik weet eigenlijk niet diep, hoe diep, misschien 200-300 meter. Op dat moment, dat was even een 6:30, maar ik hoor nou dat hij het zich inmiddels over hectares heeft uitgebreid. Dus het is als een gek gegaan. Staatsbosbeheer was aanwezig om de brandweer te adviseren over het gebied. Wat deze brand betekent voor de flora en fauna in de Mariapil is lastig te zeggen. Ja, mijn collega's die het gebied echt door en door kennen, die zitten ook nauw in samenwerking met de brandweer aan tafel. Om ook mee te praten over de strategie en waar er het beste stoplijnen gemaakt kunnen worden en dergelijke. Dus zeker een adviserende rol, maar als de brandweer anders besluit, dan is dat uiteraard wat er gaat gebeuren. Nog niet echt wat de omvang is van de brand. We weten wel dat het nog steeds aan het uitbreiden is. We weten ook niet precies waar het is. Dus er zijn nog heel veel... De factoren die nog meespelen in de onzekerheid. Maar het is zo'n grote klap voor zo'n natuurgebied. Zo voor alle dieren die er leven, die misschien verrast worden door zo'n brand. En voor de rest moeten we echt afwachten tot de brand uit is om te kijken wat echt de daadwerkelijke schade is geweest. De brandweer roept op om vooral niet naar het gebied te komen. Ja, we roepen iedereen op die op dit moment in de Mariapil is om het gebied te verlaten voor hun eigen veiligheid. En ook dat wij als hulpverleningsdienst goed ons werk kunnen blijven doen. Ook verder de toevoerwegen richting het gebied, hou ze vrij voor het hulpverleningsverkeer.